De nieuwe Hoornbrug, een belangrijke verbinding in Rijswijk voor Hagenaars die de stad uit willen, zou eind 2014 al af zijn. De gemeente wilde deze brug vervangen voor een vaste verbinding. Maar de aanbesteding voor de nieuwe brug loopt begin dit jaar helemaal verkeerd. Door alle vertragingen besluit de gemeente om de bouw over de aanleg van de Rotterdamse baan heen te tillen, naar 2019. Als Rotterdamse baan klaar is, naar verwachting allemaal, dan kunnen wij gewoon zelf, samen met de provincie en met Haaglanden en Den Haag, de brug alsnog aanleggen. Dat betekent dat automobilisten de komende jaren heel wat hindernissen moeten nemen. Vanaf volgend jaar worden de oude Hoornbrug en de Haagweg onderhanden genomen en dan begint in 2016 de aanleg van de Rotterdamse Baan, een nieuwe verbinding vanaf de A13 naar de Binkhoorslaan. En als dat helemaal klaar is, wordt de Hoornbrug vervangen. Dat zal op zijn vroegst in 2019 zijn en minstens een jaar tijd kosten. De gemeente Rijswijk verwacht dat het door de werkzaamheden drukker zal worden op de andere uitvalswegen, zoals de Utrechtse baan, de Diepoorslaan en de Beatrixlaan.